Wil je iets al met muziek of wat gewoon? Ja, ik wilde altijd al met muziek. Toen ik was. Toen ik helemaal bezeten werd van muziek, was ik heel erg bezig met hip-hop. Dus ja, dat is toch even 180 graden iets anders. Maar speel je ook instrumenten? Of? Nee, dat dan ook weer niet, weet je wel. Ik had nooit zoiets van ik ga eens een gitaar spelen of accordeon of zo. Wow. Nou, dat was de eerste en ja, weet je wel, ik bedoel, dan ben je in zo'n club en dan word je plaatje gedraaid en dan heb je zoiets van, staat het kippenvel zo hoog natuurlijk. Gisteravond, oh man, en iedereen weer met zijn tunebordje zo, weet je wel. Dat is gaaf. Ja, dat is tof, hè. Ja. Ja, die stringbreak doet het wat. Wat? Die stringbreak. Die stringbreak in het midden. Hey, jij? Greta? Greta, ja, was wel oké. Okay, ja? Platter als Ibiza natuurlijk. Ja. Als Ibiza? Ik kwam ineens op een melodie terecht. Ja, ik had eigenlijk nog nooit zoiets gedaan, weet je wel. Dus ik denk, nou, probeer het. En het is goed, maar het is wel gewoon erg leuk aan. Ja, goed, dit is eigenlijk zeg maar de basis voor de sound die ik nu nog steeds maak. Dus die melodieuze dingetjes. Nou, ik ben pas geleden gevraagd van een remix van William Orbit, de producer van het laatste album van Madonna. Het klinkt alweer veel breder, veel verder. En waarvan is het een remix? Het is een nummer geschreven door Barber, componist. Dat nummer heet Adagio for Strings. Maar hoe komt een William Orbit bij Ferry Corsten op de dag? Ja, dat is een goeie. ik weet het niet. Nou, East West, waar William Orbit bij zit, dat is het label van Warner. Die doet ook Gurriella van thuis voor mij. En ja, ik denk dat die, er moesten natuurlijk dance producers opgezet worden op dat project. Dus ik denk dat die mij hebben voorgesteld aan hem van joh, luister eens naar zijn werk. En, ja, zodoende denk ik. Uh-huh. En ik heb er iets gedaan en ik kreeg nog een faxje terug van William Orbit. I salute you, dus daar ben ik heel blij mee. Welkom bij Glasgow, man. Voor ons was dat natuurlijk een hele speciale plaat. Ja. En wanneer is die uitgekomen? Dit was, even kijken, 2 jaar geleden, november denk ik. Er staan 4 eigen tracks op. Je kan ook gewoon horen dat sommige nog heel erg dun klinken. Dat is bijvoorbeeld. Maar het was, ja, trans was gewoon nog niet echt bekend in Nederland. Dus. Ja, in het begin moesten mensen heel erg aan wennen denk ik. Het is nou dan nog een hele droevige plaat. Die had ik dus gemaakt. Het was een heel leuk vriendinnetje, was heel erg verliefd. En het was uitgegaan en was ik zo verdrietig, heb ik deze plaat gemaakt. Ja, het is echt een gebroken hart plaat. Het is een gebroken hart plaat, ja. Je kan ook horen, de strings zijn heel droevig. En dan heb je hier een pianobreekje. En dan hoor je mijn tranen, zeg maar. Die piano wordt steeds oversturen namelijk. Oké. Okay. Dit is een beetje een club pianootje. Ja. Ja, ik had er niet zoveel apparatuur toen, hè? Dus ik moest een beetje aanpassen erop. Kijk hoor, kom. Ja, hier ben ik heel blij mee. Het is een Engelse remix van System F, Out of the Blue. Nou, cool, kijk, het is lekker duister dit. Ik bedoel, origineel is natuurlijk heel upliftend. En, Ja, dat is goed. Hij staat een beetje
beetje liefdevol gedaan, voor jou gevoel? Ja, nou, liefdevol weet ik niet, maar zeker anders. Tot op het einde natuurlijk weer. De... Kun je er iets doorheen mixen voor ons? Is er een mix? Hè? Ja. Dit is een nieuwe plaat van een remix van Signum. De jongens uit Den Haag. Doe je dat trouwens zonder koptelefoon? Ja. Ik heb gisteren ook nog, toen ik in Londen draaide, heb ik een van de... promotje van iemand gehad. Ik zou niet weten wat het is, maar... Ga je even checken nu? Ja, even kijken of het leuk is, ja. Misschien ben ik een blij mens van houden. En als het niet zo is, wat doe je dan mee? Dan gaat hij bij de stapel van helaas. Helaas. Behoorlijk vies. Nee, dat is niks voor mij. Nee, waarom niet? Hoe hoor je dat zo snel? Disco, ja, ja. Ik ben geen... Nee, het is leuk, bedankt. Dan krijg je hier die droevige onderlijn, zeg maar wel. Toch vrij stevig wel. En dan komt er nog een tweede laag bovenop en dat is... baslijntje erbij. Ja. Daar komt de tweede lijn. Het is wel heel vrolijk, maar... Het is heel warm dit. Zeker een hele goede sfeer, weet je wel. Dit. Zeker als je een flinke piek hebt gehad, ja. Om daarna gewoon lekker even neer te leggen. Dan, ja, kijk, kun je er makkelijk ergens mee mixen ook dan? Of, Ja hoor, jawel. Je moet wel even weten waar je het precies doet. Ik bedoel, ja, als je het zomaar erin gooit, dan is het zo weer gebeurd natuurlijk. Je komt vaak in de problemen met mixen, omdat iedere plaats weer verschillende akkoordaanslagen heeft en verschillende melodieën. En als je die door elkaar laat lopen, dan gaat het heel snel vals klinken. Dus het is niet alleen een kwestie van de beat die... Het is zeker niet, omdat de beat is in principe bijzaak, want die zit in iedere plaat. Dus het gaat juist om die melodieën. En soms klinkt het heel mooi samen door elkaar, maar ja, af en toe moet je een beetje risico nemen. En soms loopt het echt vals en dan sta je echt zo van... En daar schuilt natuurlijk een groot gedeelte van wat DJ's van elkaar onderscheidt. Ja, zeker. Bepaalde... De manier waarop je hem inmixt, vaak als je hem op een bepaalde manier inmixt, dan geef je net wat meer energie over het totaal heen. Dus dan gaat hij er net overheen over de vorige plaat. Ja. Dus voor de mensen weer een stukje opgetild.